Hey, we gaan dit gesprek verder voeren nu aan de hand van een aantal fragmenten. Want wij wilden natuurlijk heel graag laten zien, zeker ook omdat dat de essentie van collectieve kracht is, hoeveel collectieve kracht er nou eigenlijk in deze samenleving zit. En dan vragen we steeds of jullie daarop willen reageren, van nou ja, als voorbeeld. En ik roep u ook natuurlijk op om de chat te gebruiken als u er ook iets over wil zeggen of wil vragen. En het eerste fragment wat ik aan u wil tonen is van Jan Smelik. Hij is algemeen coördinator van Nederland Zorgt voor Elkaar, NLZVE. In het licht van de gemeenteraadsverkiezingen gaat Jan een aantal argumenten geven waarom er veel meer aandacht zou moeten zijn voor burgercollectieven. Het woord is aan Jan Smelik. Waarom zou je als gemeente burgerinitiatieven moeten ondersteunen? Nou, mijn overtuiging, burgerinitiatieven die spreken de kracht aan van de individuele burger en bundelen die kracht om te zorgen dat dingen op een duurzame manier veranderen. Het kan zijn om mensen die een buurthuis zelf runnen, mensen die net als bij mijn wijk een cultureel centrum oprichten, maar ook mensen die zeggen van nou, vanuit een beeld van wij moeten voor elkaar zorgen, die ook iets doen in het gebied van zorg of voor bijvoorbeeld de dorpscorporaties waarbij een dorpscafé wordt overgenomen of een supermarkt wordt overgenomen. Dat is een kracht die je niet uit de markt krijgt. Dat is een kracht die je moet aanspreken. Maar gemeenten zijn erg geneigd om vooral de markt aan te spreken. En dat is niet zo goed. Zeker het gebied van wonen. Maar ook op andere gebieden zien we dat de markt zich erg terughoudend is, tenzij ze duidelijk een winstperspectief hebben. Burgers die zien vooral de winst in het samen dingen doen. Het zorgen dat hun buurt leefbaar blijft. En dat is een heel andere kracht. En die zouden we veel meer in stelling moeten brengen. Dat vraagt van de gemeente. En goed kijken naar hun beleid. Wat kunnen zij doen om het makkelijker te maken? En dan vanuit vertrouwen in de burger en niet vanuit achterdocht. Dus niet dingen willen controleren, maar zorgen ervoor dat mensen de kans krijgen om iets te regelen, zelf te doen met een minimum aan verantwoording, maar wel degelijk verantwoording, en een maximum aan hoe kunnen we dat faciliteren. Bij een gemeente zou ik hopen dat er in ieder geval voor burgerinitiatieven niet allerlei loketten zijn, maar één. Waar één ambtenaar de verantwoordelijkheid neemt om binnen dat apparaat te zorgen dat wat de collectief nodig heeft ook geregeld wordt. Ik zie te vaak dat burgerinitiatieven van de ene muur naar de andere kastje naar de muur worden gestuurd. En dat is gewoon zonde van hun tijd, maar ook van de kracht die zij kunnen inzetten in de wijk of in de buurt zelf. Nou, als ik kijk vanuit het perspectief van de wooncorporatie, dan zou ik heel graag willen dat de gemeente helpen met financieren. Kijk bijvoorbeeld naar het programma van Amsterdam. Maar natuurlijk is Amsterdam altijd de uitzondering. Maar gelukkig wordt ook op landelijk niveau gekeken hoe we de financiering beter kunnen maken, waaraan gemeenten kunnen participeren. Ik zou zeggen, gemeente, doe dat. Een ander probleem van wooncorporaties is locaties. Zorg ervoor dat, ik weet dat gemeenten geen locaties hebben, maar zorg ervoor dat in de bestemmingsplannen en de afspraak die je maakt met de grondeigenaar, er wel degelijk ruimte komt voor wooncorporaties. Dat kan. En dat moet je doen ook omdat een wooncorporatie duurzaam betaalbaar is. En als we iets weten in deze wooncrisis, is dat betaalbaar wonen een essentiële voorwaarde is voor een heleboel mensen in dit land om goed te wonen en te leven. Ja, nou, voor de goede opletter. Dit was natuurlijk helemaal niet Jan Smelik van de Algemeen Coördinator van Nederland Zorgt voor Elkaar. Dit was Trevor James, voorzitter van Kooplink, een kennisnetwerk voor wooncoöperaties. Ook zo'n prachtige, nou ja, eigenlijk oude vorm die nieuw leven is ingeblazen. Ik bedoel, in Duitsland en in Zwitserland en Oostenrijk zie je het heel veel. En nu zie je langzamerhand in Nederland steeds meer wooncoöperaties ontstaan. En hij roept natuurlijk op, hij zegt, gebruik ons.
Want dit is een vorm waarbij je betaalbaar wonen kan mogelijk maken. Wat een van de grootste crises is. Ik zag Hugo de Jonge zeggen, ik was eerst minister van de eerste grootste crisis volgens de burgers, de coronacrisis. Maar nu is de wooncrisis staat op één en daar ben ik dan nu weer minister van. Dus Hugo de Jonge zou echt iets moeten met die wooncoöperaties. Wat is de essentie van dat denken van die kooplinken? Wat is de schoonheid daarvan voor het oplossen van die wooncrisis, wat jullie betreft? Hugo de Jonge heeft al mensen gesproken in zijn eerste week. Dus dat hebben ze goed gedaan. En ik ben heel erg gesteld op Trevor ook. Ik vind dat hij met zijn club echt iets voor elkaar heeft gekregen. En dat is knap. Als collectieven zich organiseren in bijvoorbeeld Co-op-Link, dan komt een hele nieuwe innovatieve oplossing, die misschien gestoeld is op oude denkbeelden, komt heel duidelijk terug. Ja. En zij bieden juist, want dat is je vraag, die oplossing die de markt en de overheid eigenlijk niet hebben kunnen bieden. En zij zeggen, we zijn er. Er zijn mensen met verlangens naar het samen ontwikkelen van nieuwe woonvormen, van woonvoorraad, die al die kracht, toegang tot kennis, tot financiën ook voor elkaar kunnen krijgen. En misschien ook wel heel mooi. Zoiets kan eigenlijk veel sneller dan dat een overheid allerlei planontwikkelingsprocessen kan doen. Die plannen zijn zo klaar als die overheid daarin mee kan. En dus als we tempo nodig hebben op de woningmarkt, dan zou ik zeggen, ga ook veel doen aan het ondersteunen van die wooncoöperatieven. Ja, precies. En dat is volgens mij een belangrijk signaal, hè, van die burgercollectieven. Soms zijn ze ook sneller. Soms zijn ze ook, omdat er geen marktpartij bij zit, kunnen ze het ook sneller doorgerekend krijgen, omdat de marges niet zo hoog hoeven zijn, omdat er geen markteisen zijn te stellen daaraan. Dus ze kunnen ook echt een heel veel sneller antwoord geven en beter antwoord geven op sommige crisis dan markt of overheid zou kunnen doen in deze. Ja, dat is mooi. Ik kijk even naar de techniek. Kunnen we naar het filmpje van Jan Smelik nu? Ja, kan dat? Want dus dit is een van die belangrijke wooncoöperaties. Dus een van de belangrijke nieuwe vormen op oude initiatieven geïnspireerd. Maar we zouden eigenlijk ook gaan kijken naar die andere mooie domein waar zich heel veel coöperatief aan het ontwikkelen is in de zorg. We gaan naar Jan Smelik. Ja, de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. En het zou toch wel heel gaaf zijn als in die verschillende coalitieakkoorden die dan worden gesloten, er eens echt ruimte komt voor burgerinitiatieven en voor het samen met burgers oplossen van maatschappelijke problemen op gemeentelijk en liefst zelfs op wijkniveau. Dus niet meer de burger zien als een cliënt of als een consument of als een individu, maar echt ook met gemeenschappen om de tafel gaan, om samen te kijken naar wat er nodig is om de leefbaarheid van dorpen en wijken te verbeteren. En ik denk voor de zorg specifiek zou ik het heel fijn vinden, zou ik ontzettend blij worden als er ook ruimte komt voor de nulde lijn zorg, zoals ik dat noem. Dat zijn zorgzame gemeenschappen, mensen die in zorgcoöperaties of stadsdorpen of hoe ze zich ook noemen, de zorg- en welzijnsactiviteiten in de wijk mede organiseren en vaak ook zelf daar de regie op nemen. En ik denk dat om een duurzaam stelsel voor met name de ouderenzorg te realiseren, dat we echt toe moeten naar het veel meer samen met bewoners organiseren van zorg en ondersteuning in de wijk. Ja, er wordt veel gesproken over burgerparticipatie, hè, dus dat de overheden de burger betrekt bij het beleid. Ja, dat is natuurlijk op zich heel nobel streven, maar ik denk dat we echt toe moeten naar overheidsparticipatie, waarbij de burger eigenlijk binnen hun eigen leefomgeving als belangrijke actor wordt beschouwd, hè, als belangrijke partij wordt beschouwd, waarbij de overheid zichzelf aanbiedt om daarin te participeren. Dus dan draaien we het eigenlijk om. Dus dat is een hele paradigmaverschuiving van, nou ja, de overheid die bepaalt wat er gebeurt en dan mag de burger wat over zeggen, naar de burger die bepaalt wat er in zijn wijk en omgeving gebeurt en de overheid die daarbij natuurlijk de grenzen bepaalt en ook hun eigen beleid natuurlijk daarnaast legt. Maar het is toch wel een belangrijk verschil in hoe je daarnaar kijkt. Meneer Cenk Willink, niet om het een of ander, maar het gaat over ouderenzorg. Ik dacht, ik ga aan u vragen om een reactie op te geven. Maar meneer Smelink, die zegt, we moeten een fundamentele draai maken met elkaar. En dat is nog best de vraag eens even. U zit al zo lang in dat in die publieke zaak te functioneren. Hij zegt, burgers en een collectieve moeten niet ergens op de participatieladder van de overheid belanden,
Maar het zou eigenlijk andersom moeten zijn. He, overheid zou moeten worden uitgenodigd om op de participatieladder van de burger te... Andersom. Hoe kunnen we dat nou... Hoe kan dat gaan? Ik denk dat het zowel het ene als het andere is. Ja. Kijk, in tegenstelling tot wat ook Herman Wijfels een beetje suggereerde... In het publieke domein zijn er twee ordeningsprincipes. En dat is niet overheid en markt, maar dat is overheid en civil society. Ja. In het publieke domein. Daar kan de markt wel een rol bij spelen, maar als instrument. Heel belangrijk. In het publieke domein zijn de twee ordeningsmechanismen de overheid en de maatschappelijke orde. En niet de markt. Die zit namelijk in het private domein. Precies. En wat tot het publieke domein behoort, dat bepalen wij, het zij middels de overheid, het zij via de civil society. Ja. Nou, als je daar nu van uitgaat, dan betekent dus dat daar waar de overheid een ordenende rol heeft, ze zoveel mogelijk de burgers erbij betrekt. En daar waar de civil society een ordenende rol heeft, ze de overheid waar nodig meewerkt. En ruimte daarvoor biedt. Vanuit de gedachte dat er inderdaad twee ordeningsprincipes zijn, omdat de overheid, waar het de bepalen van het algemeen belang betreft, de wijsheid niet in pacht heeft. En dat is eigenlijk een heel traditioneel Nederlands principe altijd geweest. Onze verzuiling was gebaseerd op dat de overheid weliswaar bepaalde doelen stelde en kwaliteitseisen stelde, maar dat de uitvoering en de invulling daarvan aan de NGO's, aan maatschappelijke groeperingen werd overgelaten. Daarvoor hadden we medefinancieringsprogramma's bijvoorbeeld bij de ontwikkelingssamenwerking. Omdat de overheid zich realiseerde, we zijn niet de enige die weten hoe dat moet. We moeten mobiliseren anderen die dat ook menen te weten, zolang ze maar voldoen aan kwaliteitseisen en zolang beide in hun ordeningsprincipes, maar voldoen aan de regels die de democratische rechtsorde stelt. En dat is niet alleen voor burgers soms moeilijk, maar zoals we inmiddels weten, ook voor de overheid zelf. Ja, maar ik denk dat er eigenlijk vaak een beetje te gemakkelijkheid zelf van uitgegaan is dat je, als je het via de markt oplost, dat het dan beter, sneller en goedkoper wordt en efficiënter. Maar zeker als je kijkt naar regio's in Nederland waar de bevolking iets minder dicht is, dan zie je dat het eigenlijk gewoon niet van de grond komt in heel veel gevallen. De markt is niet geïnteresseerd. En eigenlijk vanuit pure marktlogica is het ook gewoon begrijpelijk dat het niet gebeurt. Mm-hmm. En dan vallen burgers, zeker in de zorgsector, vaak gewoon terug op zichzelf, op de gemeenschap. Wat enerzijds mooi is, dat er toch gemeenschapskracht is om dat mogelijk te maken. Maar anderzijds ook wel een beetje een oplossing is soms, omdat er heel weinig andere oplossingen zijn. Mm-hmm. Dat zie je minder in de andere sectoren. Energie is er vaak wel een oplossing via de markt. Maar bij zorg, ja, het is het publieke domein wat we toch aan de markt overgelaten hebben voor een deel. Het interessante van de huidige tijd is, en ook van die burgercollectieven in welke vorm dan ook, is dat we eigenlijk opnieuw op alle beleidsterreinen voor de vraag staan, waarvoor hebben we een overheid en wat legitimeert haar macht? En daarachter komt weg, op welke voorzieningen hebben alle burgers, waar ze ook wonen, recht? En daar is een mooi rapport in Groningen laatst verschenen. André Kok onder andere. En daar moeten we over nadenken. Hebben alle burgers niet recht op een huisarts? Waarom hebben ze dan in Zeeland en in Limburg dat vaak niet meer? Hmm. Hebben niet alle burgers recht op een bibliotheek met publieksvoorzieningen? Ja. Op enige afstand? Nou ja, dat is de vraag. En ik denk dat burgercollectieven daar een enorm belangrijke rol in kunnen spelen bij het formuleren van wat is dan die sociale grondrechten waar wij van vinden dat die overheid daar een taak in te vervullen heeft. Ja, absoluut. Dus burgercollectieven is ook niet alleen maar zelf doen. Een burgercollectief kan ook voorwaarden scheppen, onderhandelen, bedenken wat is nodig. Hè? Dus voorwaarden scheppen, soms zelf uitvoeren, soms helpen regie te voeren. Er zijn heel veel verschillende rollen voor burgercollectieven.
Dan voorkomen we ook die hele platte discussie. Ik wil niet dat mijn moeder wordt gewassen door de buurman. Daar gaat het helemaal niet om. Maar burgercollectieven, en die zitten ook in de Club van Jan, de Nederlandse Zorg voor Elkaar, verhouden zich heel slim daartoe. Maar dat start altijd bij, waar hebben we allemaal recht op? En vervolgens, wat kunnen burgercollectieven daar ook zelf in vormgeven? Precies. We gaan naar, dat wordt er even genoemd als domeinen. Of Tienemor, zijn het misschien dat daar in de markt vaak wel oplossingen zijn? Nou, niet altijd. De energiesector, of duurzame energie. En Siewert Zomer, coöperatief directeur van Energie Samen, die stelt de volgende vraag. Je merkt tegenwoordig dat we leven in een tijd van onbehagen, van polarisatie, waar internetalgoritmes mensen elkaar in kokers drukken. En waar die sociale weefsel aan het afbrokkelen is. We kunnen dat laten gebeuren, maar we kunnen ook kijken naar hoe we mensen weer bij elkaar brengen. En ik denk dat dit soort burgerinitiatieven, burgercollectieven die zich bezighouden met de voorzieningen in hun eigen leefomgeving, mensen weer bij elkaar kan brengen. En ook de dialoog over wat kunnen we, brengt ons samen, weer kan stimuleren. En dat is dan niet een leuk hebben dingetje op een lokaal niveau die je af en toe een subsidietje geeft. Nee, dat is echt een strategisch, democratisch verhaal waar je echt het sociale weefsel weer weet te herstellen. Vroeger hadden we de zuilen en dan wisten we waar we aan hadden, waar je lid van was, waar je mee bezig was. Dat hebben we niet meer. En je merkt dat het sociale weefsel kwijt is. Als je echt als overheid denkt van we raken dit kwijt, dan moet je daarop investeren. En niet van een eye over de bol, we gaan het een keer onderzoeken. Nee, echt een programma opzetten en zeggen, we gaan in de komende 20 jaar dat sociale weefsel in Nederland weer sterker maken. Niet met subsidietje hier, subsidietje daar. Maar echt economisch democratische organisaties die zeggenschap hebben over hun energie, over hun geldstromen, over hun voedselstromen en over hun zorgstromen. En dan breng je mensen weer bij elkaar. En vanuit behoeften waar je zelf nodig aan hebt, daar kun je elkaar op vinden, want dat is niet ideologisch. Iedereen wil goede zorg, iedereen wil goede energie, iedereen wil goed voedsel en de verbintenis weer terug. Dus daar gaan we elkaar op vinden, maar dat kun je laten gebeuren. Soms vallen ze erdoor omdat het op vrijwilligers gebaseerd is. Of je gaat als overheid zeggen, dit is onze basis, dit is onze kracht en daar gaan we op investeren de komende jaren. En als je dan kijkt naar energiecoöperaties, wat gemeenten, maar ook de landelijke overheid zou moeten doen, is dat in hun beleid zetten, niet als middel om een beetje draagvlak voor de energietransitie te creëren, maar echt als democratisch strategisch onderdeel van hun gemeentelijk en landelijk beleid, om die zo te ondersteunen. Dan geeft het heel veel voordelen en geeft de bewoners de positie om hun eigen energiesysteem in hun eigen wijk te doen, rondom warmtenetten, rondom elektriciteit, rondom opslag. En ondersteun dat met kennis en kapitaal om hun ook echt in de positie te zetten om mee te doen in die energiemarkt. En in die energiemarkt voor een groter deel te democratiseren. Ja, Siewert die brengt nog een belangrijk ander element in. Hè? En dat is dat sociale weefsel. En de potentie die burgercollectieven hebben om dat sociale weefsel in die samenleving te herstellen. En dan zegt hij, doe dat nou niet met een subsidietje hier of niet. Neem dat serieus. Als je dat een belangrijk, als je ziet dat die samenleving dat mist en dat dat nodig heeft, neem dat dan serieus en financier dat dan ook goed. Wat heeft de provincie te bieden aan als, bij zo'n oproep? Wat vindt u daarvan? Ja, ik herken de oproep heel erg sterk. De landelijke overheid ziet dat ook. Je ziet dat nu voor allerlei oplossingen voor grote problemen die we hebben, dat er wordt gekeken hoe gaat het met de gebiedsontwikkeling. En dat de gebiedsontwikkeling dan niet een of andere loze term is, maar dat je denkt we willen vanuit het gebied, vanuit deze regio, in verbinding met de samenleving, duurzame oplossingen maken met elkaar. Circulaire economie is niet alleen maar het hergebruiken van grondstoffen, maar het is ook dat hele weefsel eromheen. Hoe zorg je nou dat je met z'n allen grondstoffen goed gebruikt?
voor energiecoöperaties is het hetzelfde. We willen heel graag kijken naar een oplossing voor de lange termijn. Ik vond het heel goed dat hij zei, het moet niet een trucje zijn. We moeten even wat draagvlakken creëren en dan hebben we dat ook weer even gefixt. Nee, het moet echt een nieuwe manier van werken zijn. En ik moet heel eerlijk zeggen, als overheid hebben we daar best nog wel wat in te leren. Een aantal goede voorbeelden is, dat had ik het net met jou ook over, dat de landelijke overheid in het klimaatakkoord heeft gezegd, 50% van die initiatieven moet met burgercollectieven zijn. Wij hebben in Zeewolde een dergelijke eis gesteld als provincie. Maar we moeten ook voortdurend gaan kijken, niet alleen als wij op zoek gaan naar mensen in de omgeving, maar ook weten wat er speelt, weten welke initiatieven er opkomen en kijken hoe we die op hun manier kunnen stimuleren. En niet dat ze bij ons in de mal komen passen, maar dat wij ons aanpassen aan hen. Dat wordt nog een hele lastige opgave, ook voor ambtenaren. Ja, precies, want jij gebruikt al eerder de term co-creatie tussen die partijen. Herman Tjenk-Willink gebruikt eigenlijk liever, denk ik, tussen de maatschappelijke democratie en de representatieve democratie of de overheid, dus de staat, het woord macht en tegenmacht. He, dat je moet elkaar in evenwicht houden. En u zegt, je moet samen zoeken. Zit daar nou spanning op de lijn tussen die twee visies over hoe die relatie is tussen die maatschappelijke initiatieven en die overheid? Ik denk dat het allebei waar is. Ik denk dat co-creatie heel belangrijk is. Het goed luisteren naar elkaar is heel belangrijk. Maar de overheid heeft veel macht en daarmee ook veel verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid moet gewoon goed gecontroleerd kunnen worden. Niet alleen door de volksvertegenwoordigers, maar de maatschappij. Daar moeten we ook verantwoording aan afleggen. En de maatschappij moet kunnen zeggen, ja, tot hier en niet verder. Wij vinden dat gewoon niet goed gaan nu. En het mooiste zou zijn als ze zeggen, we pakken dus dit initiatief op en we challenge. We doen het zelf alweer. We challenge, we dagen de overheid uit. Maar dat is ook een onderdeel van macht en tegenmacht die gezond is. Ja, herkenbaar, Herman. Je bent het eens. Zeker. Ik denk dat we ons veel moeten realiseren dat bij besturen je niet alleen van boven naar beneden moet denken, maar ook van beneden naar boven. Ja. En niet alleen van binnen naar buiten, maar van buiten naar binnen. Ja. En niet alleen van groot naar klein, maar ook van klein naar groot. Precies. En als we ons dat nou inprenten, dan komen we een heel eind. Ja, het is hard werken. Het is wel hard werken. Burgerschap is een ambt. Dat zit nu de hele tijd in mijn systeem. Het is echt niet, een free lunch. Nee. Het is hard werken. Dat weten al deze mensen trouwens die kijken. Overigens meer dan 250 mensen die ook weer hun vrijdagmiddag gebruiken om kennis te vergaren. Nog één vraag voordat ik naar de laatste filmpje uit Gaasperdam ga. Aan Tine. Als reactie denk ik op Herman Tjenk-Willink. Waar ligt het onderscheid tussen publiek en private domein? Die opmerking. Want we hebben collectieven, maar ook sociale ondernemingen. Moeten we dat onderscheid nog zo hard willen maken? Dat is een hele goede vraag. Hè? Er wordt ook wel eens gesproken, als je het over sociale ondernemingen hebt, van hybride organisaties. En eigenlijk doet dat ook tekort aan die organisaties. Want hybride betekent dat je twee dingen bent en eigenlijk niet iets apart. Hè? Je bent voor een deel bezig met publieke doelen. Hè? Bijvoorbeeld toegang tot de arbeidsmarkt creëren, schoon energie en zo verder. En anderzijds probeer je daar ook een bedrijf rond op te zetten. En die twee, ja, die zijn heel vaak moeilijk te verenigen en zorg er ook voor dat die relatie bijvoorbeeld met overheden moeilijk is, want een overheid gaat geen bedrijf subsidiëren op lokaal niveau om voor de zorg te zorgen. Nee, het moet het publiek domein zijn. Maar een bank denkt dan meteen van ja, publiek domein is lastig. Hè. We willen liever een commercieel goed draaiend bedrijf. Wat ook kan. Hè. Het is niet gezegd dat zo'n burgercollectief daarom meteen het moeilijk heeft. Sterker nog, hè, dat is eigenlijk ook een soort challenge, denk ik, vanuit die burgercollectieven. Op dit moment zijn er al energiecoöperaties die hun eigen omgevingsfonds opzetten. En vanuit zo'n omgevingsfonds aan andere noden in de samenleving proberen tegemoet te komen. Dus ja, dat is eigenlijk een enorme challenge naar die lokale overheid om in dialoog te gaan en ook te zien van hoe komen die op ons domein en hoe kan zo'n hybride vorm ertoe bijdragen dat we ook nog een stap verder komen met z'n allen. Goed, dan het vierde fragment. Eerst in instantie niet voorbereid door dit team, maar het was gewoon te wonderschoon. We gaan kijken naar het vierde fragment en we reizen even af van deze prachtige stad Rotterdam. Naar Amsterdam Zuidoost, naar Gaasperdam. Yes, good morning. This is Groen Up. Dit is Gaasperdam, Holendrecht. Welkom in de groene hub. No shaking. No hugging. En dit zijn de mensen die er actief zijn. Hier moeten nog veel meer films bij. Films van de mensen uit deze buurt. Hier zie je echt dat het bruist in Gaasperdam. Dit is de ziel van Gaasperdam, pre-corona.
gooien. Een van de vele lessen die we geleerd hebben. We zitten aan de voorkant van vernieuwing. En de hele regelgeving is gebaseerd op het oude systeem. Dus in feite vraagt dit om het veranderen van spelregels. En dit is onze vraag. Ik vind dat ze van die bureaucratie af moeten. Maar ja, dat is heel moeilijk. Zou dat kunnen? Dat is wel mijn droom. Ja. Een initiatief in Amsterdam Zuidoost, waarin een groep burgers heeft besloten om, nou ja, in een best wel een wijk met veel maatschappelijke uitdagingen, om gewoon de hand ineen te doen en te kijken wat je kan doen om die energietransitie te versnellen, woningen te isoleren, kennis te delen met allerlei soorten buurtbewoners in een soort hub, groene hub. En ze hebben gewoon eigenlijk één korte vraag. En de vraag is: wie van jullie kan hem beantwoorden? Hoe komen ze van die bureaucratie af? Wie kan dat beantwoorden? Expert panel. Nou, niet. Je moet je altijd realiseren dat er altijd een zucht is om te willen controleren, risico's uit te sluiten, kwaliteit te bewaken. En dat een eigen dynamiek krijgt. Ja. En dan kan je heel makkelijk zeggen: al die mensen die dat allemaal regelen, die zijn gek. Maar het is eigenlijk veel realistischer om te zeggen: die mensen die doen hun uiterste best. En elke regel is rationeel. Alleen het totaal is irrationeel. Ja. En je knikt, moet, hè? Ja. Je ja. moet dus, met name politici, die uiteindelijk verantwoordelijk zijn, op die irrationaliteit wijzen. Ja. En dat geldt dus niet alleen in Zuidoost, maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor huisartsen. Ja. Dus, en zeggen: je bent tegen je eigen principes bezig. En dat schaadt ook jou als politicus, want de geloofwaardigheid van de overheid gaat aan te loeren. Dus ook daar geldt tegendruk. Dus identificeren, zeggen: we snappen waarom je het geregeld hebt, maar je zou het ook op een andere manier kunnen doen. En vertrouw ons nu maar. Ja, want de consequentie van de optelsom van al uw op zich rationele regels is een uitkomst die u zelf niet wilt. Ja. En weet u dat? En wilt u dan nog steeds doorgaan met de stapeling van deze regels? Precies. En dat zou je al de hele tijd moeten doen, zodat die volksvertegenwoordiger, die politicus, kan zeggen: ja, dat wil ik. Of nee, dat wil ik niet. En dan moet er iets af. Dan moet er een regel weg. Respectievelijk, dat je dus zegt: maar als je dat nu wilt, dan kan je dat ook veel eenvoudiger, zonder dat je ons daarmee lastig valt, realiseren. Zo kan het ook. Ja. Zo kan het ook. Hoe vaak gebeurt dit? Dat er een burgercollectief of een burger... mooi, hè? De optelsom van uw op zich rationale regels is irrationeel. Door is wat aan, want dit is niet wat u zelf wil. Ja, ik denk dat dat op gemeentelijk niveau vaak gebeurt. Hè? Stel, je wil een speeltuintje gaan beheren in je eigen wijk. Nou, hartstikke leuk. Hè? We zetten daar een speeltoestel neer en dan doen we wat zachte tegels onder. En we spreken af wie het onkruid wiedt. Ja, de gemeente heeft ook de verantwoordelijkheid om gezondheid en veiligheid voor alle inwoners te garanderen. Dus ja, voldoet het aan de normen? Hoe zit het met de veiligheidsaspecten? Wie is er dan voor verantwoordelijk? Welk protocol wordt hier gehanteerd? Dus ik denk dat we heel erg moeten kijken het doel wat die protocollen dient. Het is voor inwoners, voor de maatschappij ook belangrijk te realiseren. Durven wij dan ook die absolute controleerbare maakbaarheid ook los te laten? Of gaat er dan als een kind dat van het speeltoestel afvalt misschien meteen gewezen worden naar de wethouder: wat heeft u gedaan om dit te voorkomen? Want dit was een burgercollectief en u heeft dat niet goed genoeg bewaakt. Dat is een hele begrijpelijke reactie. Maar dat gesprek samen voeren, van ja, hoe kunnen we ook dat samen loslaten en meer ruimte geven? Ja, helemaal mee eens. Ik ga ook nooit meer één voor één alle regels nagaan of ze nuttig zijn of dat ze billig zijn. Het is echt die stapeling van regels. Dat vraagt van iedereen iets om te veranderen. Hè. Dus van bestuurders vraagt dat om bestuurlijke moed. Van die ambtenaren vraagt dat om logisch na te denken. Misschien het gevoel mee te nemen. Hè, van wat voelt goed. En hoe zouden we daarvoor moeten anders voor dingen kunnen organiseren. En dat vraagt voor die burgercollectieven een beetje tegendraadsheid. Terugduwen, ludieke acties.
soms teruggefloten worden. Hè? Dus ook actief op zoek gaan naar al die ruimte. Zodat we met elkaar eigenlijk tot een soort nieuw samenspel nieuwe komen. Balans komen. Ja. Weer dat nieuwe evenwicht creëren. Ja. Tine? Ja, nou, we hebben bij het onderzoek voorafgaand aan de bouw van het platform ook wel vastgesteld dat als je het vraagt aan die burgercollectieven wat de grootste uitdagingen zijn, dat daar zelden het woord aansprakelijkheid wordt genoemd. Hè. Zij zijn echt heel sterk bezig met hun eigen initiatief, met hun eigen doelstellingen. En die zijn heel anders dan nadenken over de mogelijke problemen. En als je dan bij een overheid gaat vragen, want wat zijn volgens jullie de grootste uitdagingen? Aansprakelijkheid staat helemaal bovenaan. Dus daar is echt nog een enorm hiaat te vullen, zeg maar, in met dialoog, wat ook. Maar het is grappig, want ik heb dus best wel vaak op gemeentelijke speelterreinen gespeeld. En ik heb nog nooit, toen mijn kind dan viel, bedacht, oh, dan ga ik nu naar de overheid om een klacht in te dienen. Maar zo wordt wel door die overheid gedacht dat dat een mogelijk risico is. Dus het is ook nog een soort. Je zegt, daarvoor is die dialoog belangrijk. Ja, interessant. Het heeft vele kanten. Hoe die relatie tussen die overheid, of die staat eigenlijk, en die burgercollectieven, hoe die de komende jaren vorm gaat geven. Ze hebben aan de ene kant een rol in evenwicht creëren, macht en tegenmacht. Ze hebben een rol om samen maatschappelijke vraagstukken uit te oefenen, maar ook die overheid te herinneren aan zijn taak. Hè? En het misschien wel te laten zien dat het wel kan. Op een andere manier. Met een samenleving die misschien wat minder verweest is en wat meer sociaal weefsel kent. Dus dank voor deze reflectie voor nu. Ze moeten zo direct natuurlijk zelf aan de bakken ook, hè, in het middaggedeelte. Er was ook nog een vraag, Tine, die ik even heb laten zitten helemaal tot het eind. Dus dank voor nu, hè, aan jullie. Wat doen die burgercollectieven eigenlijk zelf op dat platform? Dat is eigenlijk heel mooi om dat nu even te bemangen. En twee, en wat doen die wetenschappers dan? Nou, daar hebben we zo direct nog een gesprekje met een aantal wetenschappers over, hè? Dus die vraag even. Wat gaan die burgercollectieven dan zelf doen op dat platform? Nou, wij zouden natuurlijk van alles in hun plaats kunnen gaan doen. Maar eigenlijk willen we vooral de tools aanreiken om tot zelfreflectie te komen, zeg maar, binnen zo'n burgercollectief. Ja, do it yourself. Nou ja, do it yourself. Heel erg doorgetrokken dan, ja. Want die burgercollectieven zitten wel vaak met vragen rond veerkracht. Bijvoorbeeld die te maken hebben met de ledenbinding. Hè. Hoe zorgen we dat mijn leden actief worden? Met financieringsvragen. Hoe zorgen we ervoor dat bijvoorbeeld een nieuwe kapitaalsronde mogelijk is binnen zo'n burgercollectief? Mm-hmm. Rond inclusie heel veel vragen. Waar wij ook als wetenschappers ook niet altijd een antwoord hebben. Maar waarvoor een deel wel uit de praktijkkennis kan geput worden. Dus wij hopen heel hard dat die burgercollectieven straks gaan inloggen en die kennis gaan delen. Ja. Enerzijds de praktijkkennis gaan delen. Er zijn een aantal instrumenten nu al voor. Er komen er nog bij in de toekomst. Daar werken we hard aan. Maar anderzijds ook zichzelf durven bevragen. En daarvoor hebben we een instrument ontwikkeld dat eigenlijk ook de toegangspoort is tot het interactieve luik van het platform. Je komt er niet zomaar op. Nee, je komt er niet zomaar op. We hebben een zelfscan ontwikkeld die in een aantal niveaus plaatsvindt. En hoe verder je gaat met de zelfscan, hoe dieper je gaat graven in je eigen organisatie. Het kan heel interessant zijn, denk ik. Ja. We hebben dat daar als soort toegangspoortje neergezet, omdat we heel graag willen dat de organisaties die daar actief zijn ook elkaar herkennen. Hè? Dat ze ook van elkaar zien, oké, jullie zijn een burgercollectief en met jou kan ik over bepaalde thema's in gesprek gaan, want wij delen een gemeenschappelijke achtergrond. Wij werken allebei in een coöperatieve vorm, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Ja. Ja, dus het is eigenlijk de manifestatie van wat je al eerder zei. Het is echt een platform bedoeld om niet alleen maar te halen, maar ook echt te brengen.